Wij hebben een bedrijf in staalconstructie en ik ben de goedhart. Ik doe alsof ik de baas ben, zeg ik altijd. Sam is hier als leerling binnengekomen. En Steef is hier als leerling binnengekomen. En Henk werkt nu bij Julius Baller. En die is hier ook als leerling binnengekomen. En John is ook als leerling bij ons binnengekomen. Eigenlijk denk ik, en nou, ik hoop het ook wel een beetje, dat ik voornamelijk met mijn mensen bezig ben. Wat ik dus probeer, is om docenten, ondernemers, kinderen zelf en ook ouders een beetje anders te laten aankijken tegen wat zij als gebruikelijk ervaren. Het heeft heel veel altijd geholpen. Toch ook wel veel, door veel kijken heb ik het moeten leren. Ik ben hier projectleidster. Ik ben hier gekomen als leerling, als stagiaire in mei 2010. Als je binnenkomt, het is niet dat je meteen weggekeken wordt. Dus je wordt toch met open armen ontvangen. In die tijd heb ik hier een hele hoop geleerd. En zijn we begonnen met een project om meer meiden enthousiast te maken voor de techniek. Weet je, de hand werd naar je toegereikt en pak hem wel vast. Nou, als je het niet deed, dan is het je eigen schuld. Kijk, wij krijgen natuurlijk altijd leerlingen die net in de overgangsfase zitten tussen kind en volwassen. Meestal zijn ze een jaar of 16, 17. Ze hebben wel of niet een middelbare schooldiploma gehaald. En echte pubers zijn het niet meer. Hè. Dat allerergste puberige is over. En dan gaan ze nu hun weg, zeg maar, in het leven vinden. En ik vind het ontzettend leuk om betrokken te zijn bij die eerste stappen in dat wegvinden in het leven.